TBN Prime Alert van maandag 8 mei 2017 uw aandacht voor de headlines. Als BVL nog steeds in onderhandeling met de regering, Binda, Nikeri is ready, Rusland, bepaalde groeperingen ondersteunen 20 mei, politie vraagt hulp bij identificeren lijk, Gramang Forster wordt zaterdag begraven. Bewoners Dubé-project boos op Sark. Driedaagse mass-workshop over IMSA's. Brute beroving Oost-West-verbinding lijkt verzonnen. En Sawmill Creek Polder voorbeeld voor andere waterschappen. Leerkrachten aangesloten bij de ALS en BVL die hebben zich vandaag wederom massaal aangemeld bij Stichting Matagouri aan de Kwattaweg voor hun ALV. Nou, na de ALV is er dan een persconferentie belegd waarbij als BVL-voorzitter Wilgo Valies heeft aangegeven dat zij er nog steeds niet uit zijn. Later op de dag komen zij wederom aan de onderhandelingstafel en volgens Valies wil men graag naar een gezond werkklimaat. Niet alleen dat gedeelte van de herwaardering speelt, maar ook een gezond werkklimaat. De regering die heeft het voorstel van de ALS en BVL in het weekend om te komen tot een volledige herwaardering in de maand juni afgewezen. De leerkrachten zeggen dat zij dat nu willen omdat de regering toch wel heeft aangetoond zich niet aan hun woord te houden. Wantrouwen naar de regering is erg groot, zegt Wilgo Valies. Het voorstel is in mei om nu de herwaardering in orde te hebben voor de leerkrachten. We voeren u naar als BVL-voorzitter Wilgo Valies. In elk geval heb ik voorgesteld dat we vanavond of vanmiddag met de regering aan tafel komen en dan gaan hoe we naar een oplossing kunnen komen, gegeven de situatie. Ik heb uitdrukkelijk aangegeven dat het wantrouwen erg groot is. En we zullen echt als regering een gebaar moeten maken om uit deze situatie te geraken. Het is zeer complex. Het is niet eenvoudig. Maar aan de andere kant zeggen we, het is eigenlijk een situatie die eigenlijk door de regering is ontstaan. Je kan niet steeds mensen beloven, beloftes maken en je houdt je niet aan die beloftes. Op een gegeven moment ga je een situatie krijgen, ga je weerstand krijgen. En dat kan leiden tot wantrouwen. Dus de regering heeft huiswerk en zullen alles eraan moeten doen om weer een gezond werkklimaat te creëren op de scholen, naar de werkers. En dat zal wat tijd in beslag nemen, heel veel tijd. Het is een proces dat je een situatie hebt dat men weer kan afgaan wat de regering zegt. Want wat we tot nu toe hebben meegemaakt is dat er veel beloften zijn gemaakt, overeenkomsten gesloten en de regering heeft zich daar niet aan gehouden. Dus het is iets dat zich aan het cumuleren is, hè? Opstapelen. En op een gegeven moment bereik je een punt en dan zegt die leraar tot hier en niet verder. En dan is men eigenlijk niet meer gevoelig om te luisteren. Wij als bestuur zullen alles in het werk stellen dat er een gezond werkklimaat ontstaat en dat de leerkrachten ook in zo'n klimaat hun werk naar boven kunnen doen. Dus de regering heeft huiswerk, maar wij als vakbond hebben ook huiswerk. En wij zullen met de regering aan tafel moeten zitten en kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Maar dat zal wel tijd in beslag nemen. Het is een proces. Al treft de regering een bepaalde maatregel, dat zal niet meteen het wantrouwen opheffen. Het is een proces. Dus de regering heeft veel huiswerk. Dus er is een voorstel gedaan om, u weet dat de regering had aangegeven dat de volledige herwaardering in juni zou moeten plaatsvinden.
En wij hebben dus dat ook afgewezen. De leerkrachten wilden dat niet. De leerkrachten hebben gezegd, die herwaardering moet nu plaatsvinden. En ze hebben aangegeven, ze hebben lang genoeg gewacht. En ze willen niet weer een maand wachten. Of nog twee maanden wachten. Dat hebben ze afgewezen. Dus ze hebben gezegd, ze willen binnen een week een oplossing. Binnen een week. De oplossing die op tafel lag, zou dus niet betekenen volledige herwaardering voor alle mensen. Het een en ander zou voor een deel in juni plaatsvinden en een deel zou deze maand, eind van deze maand, plaatsvinden. En men is niet bereid om dat te accepteren. Men, er is, nog dat ik gezegd, dat wantrouwen is erg groot. We kunnen nog zo beloftes maken met de regering. En wij denken, het komt voor elkaar. En ook bleek in de afgelopen periode dat het niet voor elkaar komt. Dus de mensen hebben bewijsmateriaal dat het vaker is gebeurd. De regering heeft afspraken gemaakt met de bond, overeenkomsten getekend. Iedereen zou in oktober die herwaardering krijgen. Het is niet gelukt. Toen heeft men ons voorgehouden in januari. En daar hoefde men niet te twijfelen. Het zou zeker 300% gebeuren. Ook niet gebeurd. Daarna is het maart. De overstaan van de rechter. Is ook niet gebeurd. Dus die zaken hebben zich gecumuleerd. En daar kunnen we niet onderuit. Dat is gewoon een realiteit. En het feit ook dat we al jaren bezig zijn. Langer dan 3 jaar zijn we bezig om te komen tot die herwaardering. Dus ik kan me voorstellen dat leraren op dit moment tot dat standpunt zijn gekomen. Je kan niet steeds verwachten dat die leerkracht flexibel is en zegt oké, zand erover. Helaas, dat kunnen we nu op dit moment niet verkopen. Wij hebben als bond, als vakorganisaties, hebben we gepoogd een oplossing te brengen. De regering is met ons meegegaan, maar nu blijkt dat onvoldoende is. Dus wat zeggen we, overheid, laten we aan tafel zitten en laten we kijken wat de opties zijn. En hoe kunnen we in elk geval naar die leerkrachten een dusdanige oplossing creëren of aanbieden, zodat ze wel bereid zijn het werk weer te hervatten. Dus ik ben wat dat betreft realistisch en ik zeg, we gaan dat aan de regering voorhouden. Want het is een probleem dat gecreëerd is door de regering. We zijn al een hele tijd bezig. En we hebben de regering steeds erop gewezen wat de situatie is. Maar steeds werd dat weggewuifd. Blijkbaar was men zich niet van bewust hoe ernstig de situatie is. U heeft gezien bij de KOB hoe de mensen daarop hebben gereageerd. En ondanks het feit dat we een ander resultaat hebben bereikt, dat juni door ons is afgewezen. En we hebben dus als voorstel nu mei, dat die leraren dat gewoon afwijzen. Dus het is nogal diep ingeworteld bij de mensen. En we zullen toch met een ander resultaat moeten komen om ze zover te krijgen dat ze weer naar school gaan. En voor ons is belangrijk, zeker als organisatie, dat we in zo groot mogelijke eenheid optrekken. Want we willen geen verdeeldheid hebben binnen onze organisatie. En ik moet zeggen dat dit besluit in eenheid is genomen. En het heeft een democratisch gehalte is dat de meerderheid bepaalt.
En alle mensen hebben zich daaraan onderworpen. Ook die mensen die een andere mening hadden. En die hebben gezegd, de meerderheid heeft beslist. En we gaan ons daaraan onderwerpen. Welk besluit dan ook. Dit is heel belangrijk voor een organisatie, een jonge organisatie als de ALS. Dat wij met al dit soort dingen rekening moeten houden. We hebben de leerkrachten morgen weer opgeroepen. En dus we gaan uit dat de regering in elk geval wil werken naar een oplossing. Ja, dus in elk geval staan we klaar. Maar nogmaals, wij hebben een job te doen als bestuur. We kennen onze verantwoordelijkheid, maar we staan paal achter de leerkrachten. Laat daar geen misverstand daarover bestaan. We staan paal achter de leerkrachten. En we respecteren het standpunt van de ALV. ALV is het hoogste orgaan. En als de ALV tot een bepaald besluit is gekomen, dan gaan wij als bestuur ook ons daaraan onderwerpen. De organisatie is niet van het bestuur. Wij geven leiding aan deze organisatie. En wij hebben ons te houden aan de statuten van deze organisatie. En de statuten geven duidelijk aan dat de ALV het hoogste orgaan is. En het hoogste orgaan, bepalende orgaan wanneer het gaat om beslissingen. Dus wij gaan ons daaraan houden. En wij zullen alles in het werk stellen dat er een oplossing komt. Dat willen we wel. Ook vanwege onze verantwoordelijkheid. Naar alle partijen toe. Naar leraren, naar leerlingen, iedereen. Dus wij gaan ons daarvoor beijveren dat alle partijen zich kunnen vinden in die oplossing. Aankomende vrijdag worden er protestmanifestaties gehouden in Paramaribo en een dag daarna in het reisdistrict Nikeri. Wij van het CBN Prime Alert spraken hierover met ACMOS-voorzitter Jean Binda, die ons toch wel vertelt over de geplande activiteiten in het reisdistrict. Ze plaatsten ook hun vraagtekens over het feit waarom zij in feite geen vergunning hebben gehad de eerste zaterdag toen zij dat zouden doen. Maar met of zonder vergunning, geeft Binda aan, wordt er voor aankomende zaterdag grote acties gepland in Nikeri. We voeren u naar Jean Binda. ACMOS voorzitter Jean Binda, jullie treffen nu thans de voorbereidingen voor de protestmanifestaties in het reisdistrict Nikeri. Hoe verlopen de zaken? Vlot op dit moment. We hebben, zoals u weet, is de vergunning afgewezen voor afgelopen zaterdag. We hebben toen gedacht, we zullen rekening houden. We hebben het niet geaccepteerd, maar we hadden geen andere keus. Omdat men probeert, volgens ons gevoel, naar onze mening, zaken te frustreren natuurlijk. Begrijp je? En we willen onze tanden nog niet laten zien. Maar als het nodig is, zullen we onze tanden laten zien. Want het kan niet zo doorgaan. U ziet, het overkomt niet ons alleen, maar ook anderen. Dat men doet en laat wat men wil met ons democratisch recht eigenlijk. Een vergunning is een formaliteit. Is eigenlijk om je te vermelden dat er zo'n actie gaat zijn. In feite is het een democratisch recht van ieder om te betogen of te protesteren. Als je nou met een massa bent of van één persoon. Als één persoon in hongerstaking gaat, heeft hij geen vergunning nodig. Want er is ook een aanhanger van meneer Bouters in hongerstaking gegaan. En toen is de president zelf naast hem gaan zitten. En die had geen vergunning. Maar hij deed het ook langs de openbare weg. Dus als wij onze stem willen laten horen, denk ik dat het een formaliteit is. Maar als men gaat voor confrontatie, want dat gevoel heb ik gehad. Ook na de speech van meneer Bouters in Ozeer, als ze aanhang. Dan gaat hij vergelijkingen maken van ja, ze komen met 2.500 mensen. Ik kan met 45 of 35.000 mensen op de been komen. Dat zijn confronterende woorden. Want het gaat niet om een vergelijk te maken. Het gaat om de boodschap. Waarvoor komen wij op straat? Maar als president zegt hij niks hoe hij een oplossing gaat brengen in die situatie. Hij zoekt alleen maar naar alle soort middelen om acties te frustreren van anderen. Als je de acties wil laten beëindigen, moet je wel met contentbeleid komen. En je moet duidelijk aangeven wat je gaat doen. En dat horen we tot nu toe niet. Er zijn ook uitnodigingen geweest naar alle maatschappelijke groepen. Die de president persoonlijk heeft uitgenodigd.
om tot dialoog te komen. Maar hebben niemand zich aangemeld. Althans, dat is mijn informatie. Ik weet niet of de groepen zich hebben aangemeld. Maar dat is duidelijk een signaal dat de president niet meer gedragen wordt. Men heeft geen geloof meer in hem. U ziet het ook, die uitwerking zie je in de economie. Dat er geen vertrouwen meer is in de totale economische hervorming of wat het beloofd was. We zouden ook een reisschuur worden van het Caribisch gebied. Niet gebeurd. De corruptiezaken zijn niet opgelost. Er zijn zoveel zaken gepoogd en gebracht naar de PG. En directeuren van staatsbedrijven hebben zich eigenlijk schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen. En er zijn geen onderzoeken gekomen, dus men laat de zaak gewoon blauw-blauw en laat de bloed doen. En wij moeten het gelag betalen. En dat kan zo niet ongestraft verder gaan. Ja. Wat wil Nikeri met name onder het aandacht brengen dan van de regering? Nou, dat het ook niet goed gaat. Het reisdistrict, u weet, is een heel florerend district waar er geld te verdienen valt. En nu ziet u dat een hoop huizen daar leeg staan, ook in de binnenstad. Mensen zijn weggetrokken. Het is een brok op een nasie geworden als het totaal Surinaamse land. Althans, landschap. In Suriname ziet u dat vele districten, als u loopt, ziet u allemaal verlaten huizen. Overwoekerd met wiet. En dat is een signaal dat zelf in de binnenstad van Nikeri, Hartjesstad, ziet u hetzelfde beeld. En veel werkloosheid. Mensen dus die eigenlijk geen vaste job kunnen vinden. En men probeert te trekken naar de stad, maar u weet, geboren getogen ergens, dan heb je altijd een binding met zo'n district. Mm-hmm. En de mensen komen gewoon niet rond. Er is geen toekomstperspectief, niks wat men verder gaat doen. En het is jammer, want we hebben een jonge natie, jonge bevolking. En u weet, Nikeri is altijd een uitschieter wat betreft de onderwijsprestaties. Mm-hmm. Maar het is jammer, want de jeugd komt langzaam tot het besef. Dat, al hebben ze hun best gedaan op school, al hebben ze hun diploma's gehaald, dat ze vaak na het zoeken naar een baan een helse karwei wordt, omdat men niet geen werk vindt. Ja. Zo simpel is het. Het bedrijfsleven is ook in Nikeri als het ware op sterven na dood. En er wordt weinig gedaan. De hoofdwegen hebben we ook geobserveerd. Die heel slechte afvoer, het onderhoud van het totaal district, niet alleen daar, maar ook Paramaribo ziet het onderheid laten wensen over, hoge gras, wiet langs de straten. En het is jammer om eigenlijk door desastreus beleid te zien dat wij eigenlijk wat we hebben opgebouwd, en het gaat niet alleen om ons, maar het gaat om onze voorouders, onze overgrootopa's die hier zijn gekomen en zich hebben ingezet om iets op te bouwen, om vandaag Suriname te maken voor wat Suriname is. En dat er dus een clan of een kliek komt die de hele zaak voor ons verpest hier. Ja. En die verloedering, is dat in de afgelopen 7 jaren of was het al heel lang al ingezet? Nou, u weet, de regering daarvoor heeft gepoogd, nadat er ook een gat was geslagen tijdens de regering Weidenbos, heeft men ook geroofd. Men heeft die staatskassen leeg geroofd. En toen is de frontregering gekomen. En dat soort zaken moeten we niet vergeten. Hebben ze eigenlijk weer, via aanpassingsprogramma's, heeft men weer de staatskast gebracht op een niveau van 1 miljard. En we zaten weer stevig in de schoenen en deze mensen zijn gekomen. En hetzelfde patroon wat er is gebeurd tijdens de Wijnenbos, hetzelfde die zich voltrokken, alleen in ergere vorm nu. Want er zijn staatsschulden gemaakt, er zijn schulden gemaakt voor generaties lang. En we zien nog geen perspectieven hoe die schulden afgelost gaan worden en wat er eigenlijk gaat gebeuren. Er zijn geen plannen. Er zijn geen concrete plannen. Integendeel, er wordt constant gereshuffeld. En we zien ook geen heil in die reshuffeling. U weet, de centrale bank zelf, althans de monetaire autoriteit, hebben verschillende pogingen gewaagd. Want ze focussen zich op de koers. Mm-hmm. Om die zogenaamde dollars terug te brengen, de koers. Maar de president heeft ook gezegd, hij gaat de dollar terugbrengen. Wat heeft hij gedaan? Een 10 cent, een belachelijk iets. Hij schaamt zich niet ervoor om dat zelf te vertellen aan de achterbank. Maar het is jammer, want die drastische koers omlaag brengen is niet gelukt. En daarnaast moet u begrijpen, een koers breng je niet terug met je mond. Een koers breng je terug met productie. En die productie is weggebleven. We zien geen investeringen meer. We zien geen nieuwe investeringen, althans van een bepaalde size. We zien dus dat mensen aan het overleven zijn nu en aan het plakken zijn om te kijken hoe men nog hun bedrijf kan redden.
Maar dat er daadwerkelijk een nieuwe project of plannen komen, dat zien we niet. En er is ook geen plan gemaakt vanuit de regering om mensen te prikkelen. Bij wijze van spreken door het grondbeleid te wijzigen. Om ondernemers eigenlijk de kans te geven dat ze tot productie komen. U ziet ook dat men nu een maatregel treft waarbij men zegt van kredieten in vreemd geld, die mogen alleen door de banken gegeven worden. Waarbij het verzekerd moet zijn dat de mensen dus als het ware verdiencapaciteit in het buitenland hebben om het terug te betalen. Wat eigenlijk weer iets is, een sprong in het duister noem ik het. Want ik weet niet wat men beoogt. Als men denkt dat men daardoor die dollar omlaag gaat brengen, dan hebben ze het weer mis. Hetzelfde hadden ze ook verwacht met die interventies. Die gelden zijn weg, zijn verdampt van die interventies en er is geen productie gekomen. Ze hadden ook gedacht dat ze met veilingen, valutaveilingen, de zaak terug zouden brengen. Ook niet van gekomen. Men heeft gedevalueerd. Er is ook geen verandering gekomen. Integendeel zien we dat we van gestegen zijn na die devaluatie van 3 zoveel tot 7 zoveel nu. En het is jammer, want met deze maatregel gaat men alleen het bedrijfsleven weer frustreren. Want u begrijpt, als je gegevenlijk een project wil opzetten, althans een productieplan wil opzetten, dan gaat u geld moeten lenen bij de bank. En het is valuta die u nodig gaat hebben, want u gaat machines moeten laten komen, et cetera. En als u een plan opstart, dan verwacht u dat het goed zal aflopen. U begint altijd bij de lokale markt. Want als je een plan opzet om iets te produceren, dan begin je altijd bij de lokale markt. Dat is de zekere markt die je hebt. En dan ga je verder om te exporteren. En op dit moment, als je geen geld meer gaat lenen, kunnen lenen, althans valuta, dan begrijp je dat je het in de kaart speelt van de informele sector, want er zijn genoeg geldschieters buiten die met zwart geld rondlopen en die gaan voorfinancieren. Dat betekent dat de banken weer een slag krijgen in hun solvabiliteit, dat mensen, dat ze niets eraan gaan kunnen verdienen meer. Want u begrijpt, een bank die probeert mensen te laten investeren, de banken proberen eigenlijk leningen te geven aan mensen om van die rente verder te kunnen. De bank probeert ook beleggers te krijgen om met dat geld verder te kunnen werken om leningen te geven. En als je deze kraantjes allemaal afsluit, dan ben ik bang dat ook de solvabiliteit van die bank weer een deuk heeft gehad. Dus al met al, als u de zaken bekijkt, is er genoeg reden om te zeggen, stop, we willen zo niet verder. En wij zijn van het burgercollectief hebben uitgesproken mening met deze regering en deze president kunnen we niet verder. Ja. Dus het is tijd om te bedanken. Dat is de vraag dat ik net zou stellen. Heer Binder, wat is de roep in Nikeri? Weg met deze regering of beleidsombuiging? Nou, laat me duidelijk zeggen, als je praat over beleidsombuiging, dan moet je wel duidelijk de kwaliteit hebben. Als je iemand wil ombuigen, dan moet je een studie van de persoon gemaakt hebben om die persoon bijvoorbeeld her te opvoeden of whatever. Maar die tijd hebben we niet. Het is nu erop en veronder. Omdat duidelijk is gemaakt, meneer Boutersen en aanhang, die zijn al 3 keren in het zadel geholpen en geweest om zaken gedaan te krijgen in Suriname, maar het is constant niet gelukt. En u ziet ook, de vorige keer toen hij de militaire macht had, is hij ook teruggedrongen. En het is helaas gebeurd door een burgeroorlog. Want zo moet u het zien. Het is geen binnenlandse oorlog, het is een burgeroorlog. Er stonden burgers tegenover elkaar. En uiteindelijk heeft hij het loodje moeten leggen. En is de democratie teruggekeerd. En u ziet dat nu, zien we weer tendensen van dictatuur komen. Want als er vergunningen, et cetera, geweigerd worden en weerloze burgers worden opgepakt en worden afgevoerd zonder enige vorm van een rechtspraak, dan begrijpt u dat er weer vormen van dictatuur opduiken en opkomen. En dat brengt weer twijfel in die samenleving. Begrijpt u, het vertrouwen gaat weer weg. Er zijn weer een hoop mensen, jongeren vooral, die afgestudeerd zijn en die geen blik zeggen van man, dit land komt niet verder. Ik zoek me heel ergens in het buitenland. En dat betekent dus dat we zwaar aan kaderverlies gaan leiden. En als je een land wil opbouwen, heb je kader nodig. Je hebt mensen nodig. U weet zelf, Guyana is tijdens de tijd van Burnham is al het kader weggelopen. En tot nu toe worstelen ze om omhoog te komen. Omdat het moeilijk is om generaties weer te gaan werken aan kadervorming. Omdat het kost je generaties. Het is niet binnen een 10 jaar dat je kader hebt. Als kader wegloopt, betekent dat men geen loof meer heeft in het land.
En kader, dan noem ik niet alleen universitair geschoold kader, maar alle technische mensen, monteurs, lassers, al dat soort zaken. Als mensen banen vinden en u weet, de wereld is nu goed met elkaar verbonden, communicatief. Omdat je dus makkelijk op internet kan gaan zoeken als je werk vindt. En systematisch gaan er mensen weg. Omdat de bedrijven ook, het bedrijfsleven heeft geen werk voor de mensen. En dat is erg jammer. Dus we zitten echt in een moeilijke situatie waarbij de mensen... En ook de mensen van Ikea in deze, we gaan niet op eigen houtje, we zijn uitgenodigd. We hebben vaak signalen gehad van zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging dat men niet rondkomt. Vandaar dus dat wij Ikea de kans geven. We gaan in alle vertrouwen naar Ikea. En we hebben de mensen opgeroepen om hun misnoegen te uiten op een democratische manier. En daar gaan we voor. En als het een succes wordt, dan weten we dat Ikea wakker is. Als het geen succes is, dan zijn ze tevreden. Dus daar komen we niet aan, maar we geven ze wel de gelegenheid om hun misnoegen te uiten. Dat is de bedoeling van zaterdag 13 mei aanstaande. Ja. In aanloop naar 20 mei worden er door de oppositionele partijen al enkele dagen feelings gehouden en of gesprekken gevoerd met maatschappelijke groeperingen. Nou, wij van TBN Prime Alert spraken hierover met NPS-voorzitter Gregory Rusland, die ons vertelt hoe de afgelopen gesprekken toch zijn afgelopen en wat het nut is van deze gesprekken. We voeren u naar het vraaggesprek met NPS-voorzitter Gregory Rusland. NPS-voorzitter, heer Gregory Rusland, jullie zijn al enkele dagen bezig feelings te houden onder de maatschappelijke groeperingen over de te houden actie, protestactie op 20 mei. Hoe verlopen de gesprekken? Ik moet zeggen dat wij kunnen aangeven dat de gesprekken heel vlot verlopen. Ik schat dat we zo al een 20 organisaties gesproken hebben in de afgelopen, ik denk, 3 dagen. Dit is de 4e dag. En de rode lijn is dat de mensen zich wel kunnen terugvinden in de zaken die wij aanhalen, de problemen die er bestaan, waar wij allemaal over eens zijn dat dat zo niet door kan gaan. En het feit dat er op deze manier toch wel protest wordt aangetekend in Suriname tegen de gang van zaken. Al met al, tot nu toe heel veel gesprekken. Maar wat wordt verwacht van deze groeperingen? In eerste instantie ging het erom dat, u weet dat we al eerder acties hebben gehad vanuit de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen. Wij hebben als politieke organisaties ook meegedaan in deze protestmanifestatie. Dat wordt gecoördineerd door de politieke partij in de Nationale Assemblée. Maar dat wil niet zeggen dat het een activiteit is van alleen die politieke partijen. Wat we willen hebben is dat we inderdaad het volk mobiliseren om hun protest aan te tekenen tegen het beleid welke de regering gevoerd heeft tot nu toe en ons in de grote problemen heeft gebracht, in de pinari heeft gebracht als samenleving. En de groepen die we uitnodigen, de organisaties die we uitnodigen, daar gaat het vooral om ze te informeren over wat de bedoeling is van 20 mei, maar ook natuurlijk om direct na te gaan, als men dat wil, hoe men een ondersteuning ziet naar de acties. Dus dat is het doel. En hebben de bijkans 20 die jullie reeds hebben gehad hun toezeggingen gedaan? Nou, natuurlijk is het zo dat wanneer mensen geconfronteerd plots zijn met informatie, dat ze zich moeten raadplegen met hun achterban. Dat is inderdaad gebeurd met een paar van de organisaties, ik denk 3 of 4. Over het algemeen moet ik zeggen dat de ondersteuning wel breed is toegezegd naar de acties toe. Maar ondersteuning in welke zin? Dat men in ieder geval hun mensen zal oproepen, zoals wij dat toen gedaan hebben bij de acties van onder andere de vakbeweging, dat men hun mensen zal oproepen om deze acties te ondersteunen voor lotsverbetering van elke Surinamer. Maar zal er nu een duidelijke scheiding zijn met de acties van de vakbond en de acties uit de oppositionele partijen? Maar waar het om gaat is, we zijn een samenleving die op dit moment de nare gevolgen van het beleid van de regering voelen. Daarom is het belangrijk dat wij onze stem laten horen. We hebben gezien dat andere groepen dat reeds gedaan hebben. Nu is het de beurt aan de politieke partijen die de coördinatie hebben. Maar nogmaals, met het doel om toch wel breed te mobiliseren. In deze hebben wij inderdaad de coördinatie als politieke partijen. Maar het kan zo zijn dat wij nu inkomen, maar op een ander moment
andere organisaties inkomen waar wij ook die ondersteuning zullen geven. Als het doel natuurlijk duidelijk geformuleerd is en moet leiden naar oplossingen voor de problemen die we op dit moment als samenleving meemaken. We begrijpen, heer Rusland, dat jullie je dermate hebben gestoord aan het feit dat jullie vergunning voor onafhankelijkheidsplein is afgewezen. Natuurlijk, ik bedoel, als je je stem wil laten horen, de regering die het probeert te bagatelliseren, het aantal mensen die nu op straat zijn gekomen, je weet dat we duizenden mensen op straat hadden, met de acties van onder andere de vakbeweging, waar wij ook dus ondersteuning aan hebben gegeven. En dan hoor je de leider van de NDP aangeven, of de president, dat het gaat om 2500 mensen. Dus dat is helemaal niet waar. Maar wat we moeten doen is inderdaad ervoor zorgen dat er genoeg mensen uit hun huis gaan om een statement te maken, aan te geven aan die regering van u moet stoppen met waarmee u bezig bent op dit moment. En ervoor zorgen dat die Surinamers die beter verdiend hebben, dat ze het ook natuurlijk beter krijgen in deze samenleving. Dus nogmaals, wij denken dat met deze acties we een statement moeten maken. En we vinden het jammer dat wanneer wij aangeven dat wij op het volksplein, het plein van dit volk, onze stem willen doen horen, dat de regering aangeeft dat dat niet wordt toegestaan. Dat er geen toestemming wordt gegeven omdat men zegt dat het grasmat dat daar is het niet toelaat. Mm-hmm. En natuurlijk zeg je van als je een lijn ziet waarbij inderdaad dat zo zou zijn, dan zeg je van dan kan je er mee leven, maar dit kunnen we totaal niet zien. Omdat nauwelijks 3 dagen daarvoor, 4 dagen daarvoor, Telesur een grote activiteit daar heeft georganiseerd. We zien vaker dat er zaken worden georganiseerd door andere groeperingen. Ook zelfs de NDP, wanneer zij hun dingen willen doen, laten ze gewoon een truck halen met sound en ze beginnen gewoon mensen te informeren op het plein. Dus wij zien deze actie meer als een actie om de actievoerders, het volk van Suriname, te ontmoedigen om hun stem te laten horen. En daar zijn we inderdaad ontstemd over, ja. De nieuwe locatie wordt? Nou, we zijn in beraad op dit moment. We bekijken natuurlijk de alternatieven die wij als organisatoren hebben voor deze actie. En zodat we daarover duidelijkheid hebben, komen we terug bij de samenleving. Maar zou het met of zonder vergunning wel kunnen op het onafhankelijkheidsplein, heer Rusland? Nou kijk, formeel, zoals wij dat altijd hebben gedaan, ga je ervan uit dat voor het onafhankelijkheidsplein de president wordt gevraagd om toestemming. Tot nu toe is het geen probleem geweest, tenminste als het gaat om middenin, want ik hoor dat in 2010 de NDP geen toestemming heeft gehad, toen heeft geen enkele politieke organisatie in het heet van de verkiezingsstrijd toestemming gehad om daar hun vergadering te houden. Dat zou inderdaad niet correct zijn. Maar voor deze activiteiten zoals deze die gepland is, daar hadden wij nooit problemen mee als mensen op het plein wilden komen. Overigens, de NDP protesteerde zonder dat ze toestemming hadden en we hebben ze nooit moeilijk gemaakt. Inderdaad, wij vinden dat wij wel acties moeten voeren. Wij houden wel rekening met wet en recht en regels. Dus weet, wij zijn mensen van orde. En vandaar dat we het op deze manier hebben gedaan. Voor het plein nogmaals, raadpleeg je ook de president. Maar algemeen voor activiteiten anders dan raadpleeg je de districtscommissaris. In deze staat de districtscommissaris te wachten op de toestemming van de president. En de president heeft dat dus afgewezen. Ja. Eenzelfde trend hebben we ook gemerkt in Nikeri, dat daar ook is afgewezen. Ja, er worden redenen gezocht. En waar het om gaat is de opmars van het volk. Die in protest komt, die in beweging komt om de regering op andere gedachten te brengen dan ze op dit moment mee bezig zijn, blijkt dat die regering er alles aan doet om ervoor te zorgen dat die acties natuurlijk zo moeilijk mogelijk worden georganiseerd. En dat mag een poging zijn van de regering, maar natuurlijk het volk wil haar stem laten horen. En zij zal moeten zorgen ervoor dat hoe dan ook, op welke manier dan ook, haar stem gehoord wordt. En deze gesprekken, heer Rusland, duren tot? Nou, als ik het goed heb, zouden we tot morgen doorgaan. Tenzij er natuurlijk andere situaties zich voordoen, dat organisaties die nog hun bijdrage willen leveren, dat die gehoord moeten worden. Zijn er ook belangrijke kanttekeningen geplaatst door de groepen die gehoord zijn, die reeds gehoord zijn?
Ik denk dat alle gesprekken inderdaad verschillende gezichtspunten hebben laten zien. Je moet weten dat we hebben gehad politieke partijen buiten de Nationale Assemblée, oppositionele partijen. We hebben gehad kerkelijke organisaties, we hebben gehad bedrijfslevenorganisaties, we hebben gehad de vakbeweging. En u moet weten dat dus allemaal vanuit hun oogpunt hun punten naar voren hebben gebracht. De rode draad is, en dan kan ik zo door, change moet komen. En het huiswerk aan jullie? Wij moeten dus doorgaan met de organisatie en ervoor zorgen dat wij die bijdrage leveren om verandering te brengen in de situatie die op dit moment heerst. Een lijk van een man is zaterdag door de politie van Nieuwehaven aangetroffen onder de Weidenbosbrug. Het gaat om een man van Creoolse komaf met zwart kort geknipt kroeshaar met een kale plek in het midden. Hij was gekleed in een driekwart blauwe broek en een grijze trui en had blauwe badslippers aan. Aan de linker onderarm en linker enkel is er wondverband aangebracht. De geschatte leeftijd is tussen de 40 en de 50 jaar. Er zijn geen documenten aangetroffen op of nabij het lijk waaruit gegevens vanaf gelezen zouden kunnen worden. Het vermoeden bestaat dat het lijk al ongeveer 3 tot 4 dagen op de plek lag voordat het is ontdekt. De politie vraagt hulp aan de samenleving om achter de identiteit van het lijk te komen. Informatie kan doorgespeeld worden op het telefoonnummer 403101. Nogmaals 403101 of via de centrale meldkamer op het nummer 115. Indien u een anonieme tip wilt doorgeven, kunt u dat doen op het nummer 179. Op dit nummer belt u gratis, meldt de afdeling Public Relations van de politie. Op het ministerie van regionale ontwikkeling bestond vandaag de mogelijkheid tot het intekenen van het condoleansregister van de ingeslapen Gramang Forster. Niet alleen RO-minister Edgar Dikan, maar ook andere collega-ministers hebben ingetekend, als ook korps diplomatiek en andere hoogwaardigheidsbekleders. Wij van TBN Prime Alert hadden kort een vraaggesprek met minister Dikan, die ons toch wel veel meer vertelt over de ingeslapen Gramang. RO-minister, vandaag de intekening in het condoleansregister voor de Gramang Forster. Welke andere rolprocessen volgen er na vandaag nog? Nou, na vandaag zal de ingeslapen Gramang op zijn residentie op een lange tabbetje ten grave worden gedragen op zaterdag 13 mei aanstaande. Wat kunt u vertellen over deze Gramang? Nou, ik ben aangetreden, hij was al Gramang. Bijzonder was dat het mijn eerste grandma was die waarmee ik een ontmoeting had, omdat hij in Paramaribo vertoefde vanwege zijn gezondheidstoestand. Hij is dus vanaf mijn aantreden sukkelde hij met zijn gezondheid, maar toch een wijze man. Jammer genoeg heeft hij het laatste deel van zijn ambt meer in de stad doorgebracht vanwege zijn gezondheidstoestand. Maar hoe heeft hij gediend als Gramang? Hij heeft gediend, dat zei ik. Hij is heel snel na zijn officiële erkenning door de staat begon hij te sukkelen met zijn gezondheid. Maar het moment dat iemand is voorgedragen door een totale gemeenschap, betekent dat die persoon een kundige persoon is. Dat hij weet heeft, dat hij de geschiedenis kent van de stam. En op die manier word je voorgedragen. Dus een heel kundige man. Ik heb niet echt diepgaand met hem kunnen praten. Want vanwege zijn gezondheidstoestand. Maar je kon wel aanvoelen dat het iemand is die vooruitgang wilde hebben. Telkens wanneer we spraken, de korte gesprekken die we hebben gehad, was iemand die zich veel bekommerde om de toekomst van zijn gebied en het beste in mind had om het gebied verder naar grotere hoogte te brengen. Het proces van opvolging?
dat we nemen het wat dat betreft per fase. Nu is het de fase van dus ter aardebestelling en daarna vormt dan de rouwproces en daarna zal de stam zich buigen over de opvolging. Bewoners van het Doebe-project zijn niet te spreken over het kapotrijden van hun zandwegen door tientallen zware terreinauto's van de Surinaamse autorallyclub Zarrek. De Zarrek heeft voor haar plezier besloten om op zondag 7 mei 2017 een autorally te houden in onder andere hun woongebied. Er is daarbij geen rekening gehouden met de fragiliteit van de wegen. Door de aanhoudende regen verkeerden de wegen al in een slechte staat. Nu zijn ze door de voertuigen van Zarrek kapot gereden. De bewoners vinden dat de Zarrek hiermee onmaatschappelijk gedrag heeft geëtaleerd. Ze bekommert zich niet over de bewoners, terwijl de bewoners nu zelf moeten nagaan hoe de wegen weer begaanbaar te krijgen. Ze kunnen ook niet begrijpen dat de overheid toestemming heeft verleend aan de Zarrek om in de regentijd een rally te houden in woongebieden, terwijl de overheid haar plicht om de wegen te onderhouden al tijden verzaakt. Op het Doebe-project onderhouden de bewoners zelfs hun wegen en daarom is het pijnlijk om te beseffen dat voor het plezier van leden van de Zarrek de wegen in het woongebied geruineerd zijn geworden door zware voertuigen. De bewoners zullen middels brieven hun misnoegen hierover kenbaar maken bij het commissariaat van Wanica, de politie van Derde Rijweg, Yari Kaba, de vice-president en aan de Nationale Assemblée. Het Doebe-project is gelegen aan het Garnizoenspad en de Noordpolderdam in het westen van het district Wanica, dichtbij de Vijfde Rijweg. De 29-jarige Krishna Singh S. en de 19-jarige bijrijder Safirio G. zijn op 6 mei van dit jaar door de recherche van Regio Oost ingesloten. De rechercheurs kregen op 5 mei via de centrale meldkamer een melding van een brute beroving aan de Oost-West-verbinding nabij Stalkerseifer. Dat de daders de plek in een zwart gelakte voertuig zonder kentekenplaten hebben verlaten. Bij aankomst op de plek is een vrachtvoertuig aangetroffen met de slachtoffers Krishna Singh en Safiro. Zij verklaarden door 3 mannen, van wie 1 gewapend was met een vuistpuur wapen, te zijn beroofd. Verder gaven zij aan dat ze werkzaam zijn voor een bedrijf dat gevestigd is aan de Industrieweg en eerder op de dag te Albina dranken hebben geleverd voor een winkelier. Voor de levering kregen zij een groot geldsbedrag in SRD, die zij goed afgesloten in de kluis van het voertuig wegstopten. Op de terugweg naar Paramaribo stond er ter hoogte van kilometer 54 een zwarte voertuig geparkeerd op de weg. Dit voertuig konden zij niet inhalen omdat zij een bromfietser als tegenligger hadden. De autobestuurder Krishna Singh remde af en bij die gelegenheid is hij naar zijn zeggen onder schot gehouden door een man die hem sommeerde het voertuig te stoppen. Onder bedreiging is hij vastgebonden op de autostoel terwijl zijn bijrijder Saverio door een ander man in de laadruimte is vastgebonden. Met een koevoet hebben de 3 verdachten het slot van de kluis opengebroken. Zij verlieten na hun daad de plek met medeneming van het geldsbedrag dat in de kluis was. De criminelen lieten hun persoonlijke spullen met rust. Op een bepaald moment zagen zij kans zichzelf te bevrijden en schakelden toen de politie in. De 2 slachtoffers zijn toen overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het verhoor vielen beide door de man en bekenden de beroving in elkaar hebben gezet. De buit die tussen de 2 was verdeeld is teruggevonden. Na overleg met een lid van het OM zijn de leveranciers in verzekering gesteld. Het creëren van awareness en het trainen van actoren en stakeholders in zaken de IMO Member State Audit Scheme, IMSAS, en om de voorbereiding van Suriname naar
de IMO-audit toe te faciliteren, heeft Maritieme Autoriteit Suriname een driedaagse workshop georganiseerd. We spraken hierover met Tosca Pinas en mevrouw Edmi Pokorny, beide leden van IMSA's coördinatieteam, die toch wel vertellen over het belang van deze driedaagse workshop. Mevrouw Tosca Pinas en mevrouw Edmi Pokorny, beide leden van het IMSA's coördinatieteam. Een driedaagse workshop, allemaal in het kader van het creëren van awareness en het trainen van actoren en stakeholders in zaken de IMO Member State Audit Scheme, IMSA's, van waar jullie coördinatieteam in zitten, om de voorbereiding van Suriname naar het IMO audit toe te faciliteren. Een mondvol, maar makkelijk uitgelegd. Waarop komt dat neer? Het komt neer dat de IMO een scheme heeft en dat alle members, die lidstaten van de IMO, deze audit zullen moeten ondergaan. Ja. En waarom? De eerste plaats is het bedoeld dat de IMO heeft dan conventies. En de conventies zijn dan bedoeld dat jij als land dan conventies gaat ratificeren. En wat de IMO dan doet is om te kijken van die conventies die jij als land hebt geratificeerd, in hoeverre heb je ze dan geïmplementeerd in je wetgeving. Want waarom is eigenlijk om die harmonisatie voor alle landen wat wetgevingen betreft, om dat na te gaan. Ja. En hoe zit dat met dat stukje wetgeving dan, wanneer het op Suriname aankomt? In feite is de workshop, hebben we vandaag dan, zijn we gestart met de workshop, dat we op een gegeven moment gaan inventariseren voor wat onze wetgeving betreft, wat we hebben en wat we niet hebben. Ja. Het creëren van awareness, hoe zal dat gebeuren? Het creëren van awareness in dit geval is eigenlijk een... Met deze workshop ga je de verschillende stakeholders hebben erbij betrokken, zodat ze hun input kunnen geven aan voor ons alle, Suriname. Ja, van kijk, dit doen we op ons werkgebied en dat zijn de punten waarmee we bezig zijn. Dus dat is het. En ten aanzien van wetgeving, ik denk, het is niet wat ik denk, we hebben een aantal wetgeving en verdragen geratificeerd, maar de implementatie daarvan heeft eigenlijk een beetje op zich laten wachten in onze wetgeving. Dus met deze workshop kunnen we onder andere ook werken daaraan. En waaraan heeft dat gelegen dat het toch wel even heeft geduurd? Nou, zal ik zeggen dat de tijd daartoe nog niet rijp was. In feite, kijk, een wet maak je niet binnen een dag. Nee. En voor wat de wetgeving betreft hebben we ook al sommige in draft. Mm-hmm. En wat we natuurlijk met de workshop beogen, is dat we dan met de diverse stakeholders, zij die echt betrokken zijn bij het juridische, dat we samen met ze gaan kijken naar die draft die wij hebben, om te komen tot final producten. En wie zijn de stakeholders? Mensen uit de havensector, shipping, die nog meer meteodienst. Ja, zijn die diverse actoren die het gaat niet maritieme. Maritieme zaken te maken hebben. Daarbij kan ik ook aangeven dat net wat we zeggen van dat wetgeving belangrijk is. Hebben we dan bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Politie. We hebben de DNA uitgenodigd, we hebben het ministerie van Busha. Omdat zij ook allemaal zitten in het traject van het ratificeren van conventies, zitten in het traject van het behandelen, goedkeuren van onze wetgeving. En daarnaast hebben we dan ook de actoren zelf die op het maritieme vlak werken. Zoals mevrouw Pokorny reeds heeft aangegeven, de havenfaciliteiten, de maritieme autoriteit en zo. En jullie praten ook het lead ministerie, hè? Vroeger het ministerie van TCT, ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Die heeft de lead in wat betreft maritieme wetgeving. Ja. En jullie praten ook over in de uitnodiging voor training van actoren en stakeholders. Heeft dat eerder al plaats gehad?
Nee, eigenlijk de workshop heeft dan twee karakters. Waarom twee karakters? Omdat de actoren werken van hun eigen specialisatie. Dus je kan ze niet gaan trainen op datgene wat ze reeds doen. Wat we wel doen, is dat dus awareness aan de ene kant van ten aanzien van de audit, die audit scheme, het schema vanuit de IMO. En daarnaast trainen in het maken van hun self-assessment. Dus die activiteiten die zij al doen binnen dit kader, dat zij dan leren hoe ze dan die assessment moeten maken. Ja. En in feite zou ik deze vraag als eerste hebben moeten gesteld hebben. Maar wat moeten we verstaan onder IMO en IMSAS? Makkelijk hoor, zodat de mensen... Ja, het is de IMO. De IMO staat voor de International Maritime Organization. Member state betekent dat alle lidstaten deze audit moeten ondergaan. Audit is dat je een verificatie op een gegeven moment gaat plaatsvinden. En de scheme staat voor in feite dan het schema waaraan zo'n audit, aan de hand van waarvan zo'n audit zal geschieden. En als we zover zijn, wat zal dat gaan betekenen voor Suriname als land? Ah, in eerste plaats branding, weet je, ons promoten naar buiten. Doe als lid van de IMO, member state, als maritieme land die voldoet, comply met de maritieme wetgeving. Dus het is nogmaals branding voor ons. Ja. En nu we dat niet hebben, wat lopen we mis? In feite wil ik toch even kort aanvullen op wat mevrouw Pokorny daarnet zei, is dat zoals een audit, iedereen die een audit kent, weet dat wanneer er geverifieerd wordt, dat er altijd ruimte is voor improvement. Dus op een gegeven moment krijg je als land dan ook die na de verificatie krijg je finding. Dus als land weet je op een gegeven moment ook waar, niet dat we het niet weten, want aan de hand van deze assessment weet je op een gegeven moment waar we staan. Ja. Belangrijk is dat we, wanneer die audit er is, dat we ook samen met vanuit de IMO dan zullen gaan werken aan het corrigeren van zaken die tijdens de audit zullen worden ontdekt. Dus dat is wat ik wil aangeven. En in de audit, indien de audit, kijk, het is een verplichte audit. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen dat je als land de audit niet. Op het moment dat je member state bent van de IMO, moet je die audit ondergaan. Dus vandaar dat de audit, dus IMSAS, staat voor IMO Member State Audit Scheme. Ja, en wat ik net vroeg, nu we dat nog niet hebben, toch? Wat lopen we mis? Op dit moment lopen we, het is niet dat je bij de audit krijg je geen certificaat. Mm-hmm. Het is niet dat je als audit, als land, dat je aan de hand daarvan ook een puntenwaardering krijgt. Nee. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat, dat je als land je status quo aan de hand van de scheme gerapporteerd krijgt vanuit de IMO. En dat je daarmee gaat werken. Dus daarom zijn ruimte voor improvement. Maar niet dat je dat zegt van, als je nu het niet is gebeurd. Kijk, omdat wij bij de MAS, wij hebben die assessment gedaan. Mm-hmm. Dus wij weten waar we staan. Maar aan de hand van deze workshop, dan weten al die andere actoren op een gegeven moment ook waar zij staan als organisatie. Maar daarnaast weten we dan ook als land op maritiem gebied waar we staan. Wat zal het vervolg hierop gaan worden? Het vervolg van de workshop is dat we dan, dit eindigt niet, het is pas het begin met de stakeholders, dat we dan werkgroepen zullen gaan installeren. En aan de hand van die werkgroepen zullen we dan het natraject met de diverse stakeholders doen. Want net wat we overwegen hebben, wetgeving bijvoorbeeld, dat is van belang voor de orde. Dus dat zullen we dan in die follow-up met de diverse stakeholders dan daarop dan doorgaan. Is er een tijdslijn uitgezet? Sowieso moeten we komen tot een memorandum of cooperation met de IMO, dat getekend moet worden. En de audit is tentatief voor februari 2018. De IMO heeft een random systeem waarbij alle lidlanden, laat me aangeven, de audit was volontair. Dat betekent dat het was niet verplicht gesteld. Maar vanaf 2016 is verplicht gesteld. Waarbij landen die die audit nog niet hebben ondergaan, dat zij in feite vanaf 2016 dan verplicht zijn gesteld om die audit te ondergaan. Dus, februari 2018, tentatief staat Suriname op programma om die audit te gaan. Dus dat betekent dat we tussen nu en februari 2018, dat de zaken die we dan in place moeten hebben, dat ze sowieso in place zullen moeten zijn. Zo hoort het.
Sawmill Creek Polder is een voorbeeld voor de overige waterschappen in het district. Woorden van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling nadat hij vrijdag samen met Wit Prakash Julum Singh, DC van Nikeri, Wilco Finissi, RO-directeur en André Pinas, hoofd waterschappen, een schouw heeft meegemaakt in het Sawmill Creek Polder waterschap in Nikeri. Tijdens de schouw heeft Rajinder Prasad Jairam, voorzitter, Sawmill Creek Polder waterschap samen met het bestuur van het overliggend waterschap multipurpose quarantaineproject en functionarissen van verschillende onder andere overheidsdiensten zoals de politie, het commissariaat en het ministerie van LVV gecontroleerd of de belanghebbenden zich houden aan de onderhoudsplicht uit de keur met daarin de wet en regelgeving rond het waterbeheer en de waterwegen. De schouw heeft mij inzichten met betrekking tot de waterschappen verrijkt, aldus de bewindsman na afloop van de veldinspectie. Het heeft hem goed gedaan om te zien hoe de verschillende diensten met elkaar samenwerken. Minister Dikan was diezelfde avond gast op een infosessie waarbij het bestuur van Sawmill Creek Polder Waterschap de belanghebbenden heeft gewezen op het belang van een actieve rol. Jairam heeft zijn leden ook erop gewezen dat het onderhoud van het waterschap, inclusief de waterwegen en de kunstwerken zoals sluizen, veel geld kost. Het bestuur kan het niet alleen aan. In de lijn van de decentralisatiegedachte van de regering vallen waterschappen in de categorie van de derde lijn van bestuur na de districtscommissariaten in de tweede lijn van de hiërarchie. Dit was TBN Prime Alert van maandag 8 mei 2017.